Dit programma is powered by Honda, driving partner of Tom Coronel. Welkom bij Tom Coronel Racing vanaf de Red Bull Ring hier uit Oostenrijk, waar ik weer ga rijden met mijn Honda Civic voor het Europees TCR kampioenschap. Dus kijken we eerst naar een rondje Red Bull Ring. Het eerste gedeelte gaat omhoog. Tweede versnelling, aanremmen 90 meter. Moeilijk om te zien. Goed over de curbstone aan de binnenkant. En dan gaat alles heuvel op, zo'n 15 graden naar boven. We komen aan op het langzaamste gedeelte. De herpin, eerste versnelling. Moeilijk aanrem hier, erg hobbelig. Oh, ja. Klopt, ik pak ook de radius. Ik haal net niet de binnenkant. Hier mag je wel op de gele lijn heen. Short shiften naar z'n twee. En op naar een van de moeilijkste bochten van de baan. Want hij valt namelijk naar beneden. Moeilijk met aanremmen. Je galoppeert jezelf heel snel. Mooi aan de binnenkant. Een mooie radius pakken. En op tweede versnelling. Naar z'n drie. Naar z'n vier. Vierde versnelling, licht overstuur bij de entry. Mooi aan de binnenkant komen. Radius pakken naar buiten. Vroeg vol gas in vierde versnelling. En dan ook weer in vier. Hier heeft hij goed grip. Heel vroeg vol gas geven. Loopt ook iets omhoog. Daarom kan het ook. En dan gaan we op naar het laatste gedeelte. De laatste twee bochten. Aanremmen 50 meter. Valt naar beneden. Naar z'n vier. Naar z'n drie. En op. Derde versnelling, laatste bocht goed over de curbs. En dan mogen we bij de laatste bocht mogen we helemaal over de curbs heen. Geen enkel probleem daar. Dan heb je een rondje meegereden in mijn Honda Civic Type R op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Ja, daar gaat hij dan. De kwalificatie hier in Oostenrijk. De vrije trainingen zagen er erg goed uit. Dus top 10 moet echt kunnen lukken. Top 12, dat is het eerste doel, want daarmee ga je naar het tweede deel van de kwalificatie. Dat is gelukt en dan wil je eigenlijk of zo ver mogelijk naar voren staan, positie 1, pole position racing, of je wil de tiende tijd rijden. We are now P6. Dus wordt er gepoogd verder naar voren te staan. De tiende startplek geeft pole position voor race 2, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is eerste of tweede of negende of tiende. Dat is wat je rijden wil. Op nieuwe banden gaat het niet zoals Tom eigenlijk zou willen. Coronel heeft dan toch wat probleempjes, maar dan komt er een mooi radiomoment met het team. En dat is eigenlijk iets wat je niet verwacht. I have to go off circle, yes or no? Yes. Okay, I went off circle for you, eh? So we made P10 on purpose, P10 on purpose, that means 4 for race 2, 4 for race 2. Thank you guys, good job. Een blije Tom Coronel, want hij start dan als tiende in race 1. Maar er is pole position voor de tweede race in het weekend. Eerste kwalificatie, derde, P3. Ja, dat voelde allemaal gewoon wel goed aan. Nou, dan ga je Q2 in, hebben we even een banker erin gezet. Dus op oude banden hebben we gewoon maar een rondetijd neergezet. Ja, ging lekker, stond ik zesde. En uiteindelijk met nieuwe banden naar buiten, ja, dat was toch wel link. Want uiteindelijk moest ik van mijn gas af, omdat we P10 wilden. Want we wilden die pole van race 2. Ja, dat is eng, kan ik je vertellen. Dat je de laatste twee bochten van je gas af. Ja, hoezo van mijn gas af? Maar ja, we hebben het wel gedaan. Lekker. De tiende positie is de startplaats voor race 1. Ja, daar gaat hij dan. Vanaf P10. Ja, gewoon goede punten pakken. Ik denk dat ik goed in het veld zit met een paar goede rijders. Dus dat wordt erg leuk. Johnny Morbidelli zie ik, Engsler zie ik. Ik zie achter me, zie ik Hommela, die ook al een race gewonnen heeft. Nee, wordt gewoon... Lekker stoeien. Toerwagen racing. Vooraan is het Luca Filippi die pole position heeft voor Josh Files. Beide in een Hyundai. En dan is het Panciatici en Kajala op de tweede rij respectievelijk. Met ook een Hyundai en een Cupra TCR.
En zo zijn we van start voor wedstrijd 1. De klok die loopt en Filippi aan de buitenkant. Files aan de binnenkant met de beste start. En Files pakt de leiding. Cornel goed aan de binnenkant over de curbstones. Dus dit is het gevecht wat Cornel heeft. En hij wordt daar opgeduwd. En dan krijg je nog wel eens een tikje zo in de TCR-serie. En dit is ook hier. En dan geeft Cornel weer een tik aan Gianni Morbidelli. Morbidelli in de golf. Maar ja, eigenlijk werd Cornel gewoon in de auto voor hem geduwd. Daar kan hij helemaal niks aan doen. Files aan de leiding. En het zijn Hyundai 1, 2, 3 van de Despancia Tichy op de derde positie. Terwijl daar in het middenveld de gele Honda van Tom Coronel dus een wat moeilijke eerste paar bochten had. Maar nu weer bezig is naar voren te rijden. Wil daar aansluiten bij Dusan Borkovic. Heeft de man met start nummer 70 naast zich. En nummer 70 is in bezit van Mette Hommela. Problemen voor startnummer 27, John Filippi. Die mist iets aan de linkervoorkant. En ook Briche heeft een probleem. En dat komt allemaal door de eerste bocht. Althans, het komt omdat we rechtsaf moeten. Maar een aantal mensen wat meer asfalt gebruiken dan dat er is. Goeie start van Coronel. Gaat daar meteen voorbij aan Alex Morgan. Maar let op, achter in beeld. Daar zien we wat er gebeurt. Met onder andere Paulsen, maar ook dus de man met startnummer 27, John Filippi. En dit is Borkovic, Koenk. En dan krijg je hier ook een botsing tussen Coronel en Morbidelli. En dan krijgen we een safety car, maar dat is voor dit. Een heleboel auto's die er staan en niet meer verder kunnen. Jean Claret is een van de slachtoffers, maar ook Jessica Beckman met startnummer 26. En die andere Claret is ook het slachtoffer. En daar staan een heleboel auto's die niet verder kunnen, dus is er de safety car. Achter de safety car zorgen dat je geen pick-up op de banden krijgt en zorgen dat de banden op temperatuur blijven. Naar de garage met gestrande auto's. Terwijl Files, Filippi en Panciatici aan de leiding rijden. En Lloyd daar vlak achter. En ook hij rijdt met een Honda. Groene vlag, gevechten, vooraan, achteraan. TCR Europe. Het is een van de leukste kampioenschappen om te kijken. Want er gebeurt altijd wat. Want die Lloyd die dringt aan bij Panciatici. En daar komt ook Luca Engsler. Die voorbij gaat aan David Kayaya. En Kayaya verliest een positie. En Coronel op positie 9. Maxime Potti voor Coronel. In de aanval bij de man die rondrijdt met startnummer 62. En dat is de man uit Servië, Dusan Borkovic. Soms wat heet gebakerd. En soms ook heel erg snel. De klok tikt naar beneden. En we kijken naar het gevecht voor de zevende positie. Borkovic, Potti, Coronel en Hommela. Een Hyundai, Volkswagen, Honda en wederom een Hyundai. Maar de Honda's kunnen het tempo goed bijhouden. En wow, daar een kleine tik die Coronel uitdeelt aan Maxime Potti. Maar de vraag is, kreeg Coronel ook weer een beuk? Nou, in ieder geval hier wel. En die krijgt hij van Hommela. Hommela hit me on the wheel. That bastard. He just steered into me as a braking. Okay. I'm out. Dit is wat er gebeurde. Coronel die de binnenkant verdedigt. En Hommela die denkt, ik ga er vast voorrijden. En remt dan. Eigenlijk als Coronel het niet verwacht. Ja, en stuurt dan gewoon naar rechts. En dan raak je vanzelf degene die aan de binnenkant rijdt. Einde wedstrijd voor Tom Coronel en de Honda. Hij moet de auto in de pits parkeren, want zo kan je niet verder racen.
Vooraan gaat de strijd gewoon door, want de rest is natuurlijk aan het rijden. En daar kan je niks aan doen. Daniel Lloyd is dan bezig met een opmars. Opent hier de aanval op Nelson Panciatici. Panciatici naar buiten, Lloyd naar binnen, rent later. En gaat daar binnen door aan voorbij, want daar kan je de auto helemaal naar buiten laten lopen. Maar we zijn zo aan het einde van de wedstrijd dat Josh Files deze op zijn naam schrijft voor Luca Filippi. Dan Daniel Lloyd, Panciatici, Engsler en het gevecht om de zesde positie. En het is Borkovic die net zesde wordt voor Kajaja. En daarmee zorgt dat er vijf Hyundai's in de top zes staan. Yes! En dat is een yes van de winnaar van race 1. Josh Files wint voor Luca Filippi, Daniel Lloyd, Panciatici, Engster. Coronel valt uit omdat hij aangereden werd. De winnaar. It was all about the start, really. I made a better start than Luca and just got him into turn one. We had a nice fight to turn two, and you know I know the track really well, so I know exactly where to sort of place the car and defend on the way out of there. And then from there, I just got my head down. I think the safety car helped us a little bit because I could feel the tyres were degrading quite quickly at the end. But I managed to make a good restart, and yeah, I'm just so happy because after Spa, we had a complete disaster there. You know, the target competition boys has got an all new car for this weekend. They've prepared it. We had a few teething problems yesterday, but you know what? You know, this is credit to them and thanks to them, because to qualify second and now take the win is just, it's a remarkable turnaround. So I'm just over the moon. En dan natuurlijk Tom Coronel. Bij de start kreeg ik een tik. Dag, Borkovic of Hommela. Een van de twee Hyundai's. Daardoor tik weer tegen Gianni Morbidelli aan. Ging lekker. Ik zat er mooi bij. En uiteindelijk... Ja, ik dacht ergens na de safety car zat Hommela. Die zat in de remzone en die stuurde gewoon naar binnen toe. En die ramde tegen mijn linker voorkant aan. En toen was het klaar, stuurstand krom. Het podium van de eerste wedstrijd op de Red Bull Ring. Na de break kijken we naar race 2 met op pole position Tom Coronel. Kan hij een beker winnen? Dit programma is powered by Honda, driving partner of Tom Coronel. Dit programma is powered by Honda, driving partner of Tom Coronel. Tweede wedstrijd, TCR vanaf de Red Bull Ring in Oostenrijk. En het is een wet race. Gaan we op regenbanden, gaan we op slicks. Maar we hebben in ieder geval zeker Coronel op pole. Ja, dit is lekker. Pole positie. Ja, dat is gewoon een goede start maken en in principe gewoon wegrijden. Na bocht 1 is het toch wel een beetje moeilijk voor die jongens achter me. Die hebben wat meer topsnelheid. Maar ja, we gaan gewoon zorgen dat we vanaf bocht 4 op kop rijden en dan gewoon een gaatje slaan. Het is gewoon echt mogelijk om een bekertje mee naar huis te doen. Ik geloof in. Dan moet hij in de top 3 eindigen. En in ieder geval goed starten. De lampen gaan aan. En zijn uit. En dan is het niet de allerbeste start voor Coronel. Maar het is helemaal geen goede start voor iemand die gewoon blijft staan. En dat is Nelson Panciatici. Coronel bij de eerste bocht. En dat gaat goed. Heeft een gaatje. Het gaatje wat hij misschien wel hebben wil. Terwijl daar een wilde actie achter in het veld. En weer is er die Renault bij betrokken. De Renault's die niet onder een goed gesternte van start zijn gegaan. Want wederom is het John Filippi, nu met Daniel Nage, die naast de baan staat. Let op, hier een goede start van Coronel. Niet de allerbeste start, maar wel een solide start. En dan richting de eerste bocht zien we de regendruppels op de voorruit. Maar achter in beeld zie je dat Nelson Panciatici stilstaat. En als iedereen voorbij is, dan krijgt hij de auto aan de gang en kan hij onderweg. Achter in beeld zien we dan ook nog de man met startnummer 27, John Filippi. Die ook Daniel Nage elimineert. En hier is het Coronel. Ja, zo ga je heel wijd. Het is natuurlijk heel erg lastig. Deze omstandigheden. Ja, als je even te laat remt, dan glij je zo makkelijk van de baan af. Er is gewoon geen grip.
En ook hier helemaal langs de buitenkant. Dat is bewust. Ja, dat is wel heel ver langs de buitenkant. Maar ja, die buitenkant heeft daar wel meer grip. Alleen dan moet je niet zo ver naar buiten gaan als deze mannen doen. Want op het grind is absoluut geen grip. Nou, insturen gaat goed. Ai, helemaal dwars. Gas erop en doorrijden. Spectaculair. Maar het is niet de snelste manier om de bocht te nemen. Maar voorlopig rijdt hij nog wel aan de leiding, Tom Coronel. Kijk, hier helemaal dwars. En dan gas erop en doorrijden. Terwijl Morbidelli met startnummer 45 daarachter in de golf het allemaal ziet. Coronel die even door de zijruit kijkt waar hij heen gaat. En uiteindelijk het goede pad weer vindt. Luca Engsler rijdt op dat moment op de tweede positie. En hier is een discussie gaande. Terwijl daar, wow, dan kom je wel een heel eind. En uiteindelijk in de bandenstapels. Maar wat is de discussie? Als we kijken dat er een safety car komt. En dat was eigenlijk niet zo raar. Maar we zagen net het overleg en we zien een drive-through penalty voor Coronel. Why have a drive-through penalty? I saw a signal. No way. What's happening? 46, 46, 46. Why I have a drive-through? They say one thing after 5 minutes, but we were blocked to access the pit box, so it's, that's why we are talking now. Don't worry, focus on driving. Er is niet zo heel veel tijd meer te gaan, dus Coronel hoeft geen drive-through penalty te nemen, want er wordt gewoon uiteindelijk 30 seconden bij zijn tijd opgeteld. Dat is de regel. En dan heeft hij de pech dat er nog maar zo weinig ronden te rijden zijn, want ja, 30 seconden is dan een heleboel posities zo aan het eind van de wedstrijd. Maar ja, het regent nog steeds, er kan nog van alles gebeuren. Ja, je kan ook je rempunt helemaal missen. En als je dan terug de baan oprijdt, dan kijken we rechts en komt er ongetwijfeld iemand voorbij. Nee, Coronel heeft nog steeds de voorsprong te pakken. Ja, dat gaat lekker en hij heeft ook een gaatje met de mannen daarachter. En daarachter zien we de Hyundai's rijden. Kijk, en die ene heeft een bumper die helemaal op 10:30 hangt. Ja, de bumper op 10:30. Er wordt wel gewoon doorgereden. En dat is Luca Filippi die daar Engsler voorbij gaat. Filippi op jacht naar Coronel, die nog op de eerste positie rijdt, maar dan dus wel nog steeds die penalty boven zijn hoofd heeft hangen. En datzelfde geldt voor startnummer 30, Luca Filippi, de man die nu op de tweede positie rijdt, want hij is under investigation. Terwijl Jessica Beckman haar Hyundai neerzet, zijn we aan boord bij Coronel en oeh, je gaat hier heel wijd, ai. En dan komt inderdaad Filippi binnendoor. En ook Engsler komt binnendoor. En zo gaat hij in één bocht van positie 1 naar positie 3. En een klein remfoutje van Engsler. En dan kan Coronel weer binnendoor. Engsler aan de buitenkant, Coronel aan de binnenkant. En normaal gesproken moet je dat redden terwijl Filippi glibbert en glijdt richting de finish. Filippi under investigation. Coronel met een penalty die boven zijn hoofd hangt. En dan wordt het misschien wel een hele makkelijke overwinning voor Luca Engsler. Maar die neemt het zekere voor het onzekere. Gaat in ieder geval Coronel voorbij. Gaat dan heel wijd. Komt dan voor Coronel weer de baan op. Ja, ook dat zou je kunnen scharen onder het kopje. Leaving the track and gaining an advantage. Want ja, hij remt Coronel uit, gaat eraf en blijft voor Coronel. Ja, zo kunnen we het allemaal, zou je kunnen zeggen. Maar goed, die is aan de wedstrijdleiding. Helemaal dwars gaat Filippi. En Filippi verliest daar een positie aan Engsler. Want op dit rechte stuk moet de auto van Engsler sneller zijn. Maar dat is die voorlopig niet. En Coronel staat onder druk. Coronel staat onder druk van Alex Morgan in de Cupra. Morgan aan de buitenkant. En gaat dan heel wijd. En nou, wow, Coronel weer heel wijd. Let op dat er rechts niemand voorbij komt. En er komt rechts iemand voorbij. En wie is dat dan? Dat is de man met startnummer 9, Josh Files. De winnaar van de eerste wedstrijd. En daarachter is het Panciatici die Bolkovic eraf beukt. Panciatici, zegt u? De man die stil bleef staan bij de eerste start. Ja, inderdaad die.
helemaal naar voren gereden. En op dit moment op de zesde positie rijden twee man voor die een penalty hebben. Maar daar, er rijdt één man voor die een penalty heeft. Want daar gaat Filippi eraf. Twee bochten voor het einde is het Engsler aan de leiding. Dan is het George Valls, dan Tom Coronel. Krijgt hij de penalty, ja of nee? En daarachter zien we dan Morgan en Panciatici. Ik vind het knap dat de man zo ver naar voren is gereden. Misschien een beetje geholpen door de safety car, maar uiteindelijk een mooi resultaat. Wow, what a race. Oké, okay, you're P3, P3 in the truck, mate, P3 in the truck, mate, and now we go to fight politics. Uiteindelijk was het gewoon een hele mooie race voor Tom Coronel. Een verdiend podium, maar de wedstrijdleiding denkt daar dus anders over. En hij krijgt 30 seconden straf en valt dan terug naar de 18e positie. En dan zit je gedesillusioneerd in de auto. Uitslag van de wedstrijd. Coronel 18e, dat weten we. Engsler, Files, Morgan, Panciatici van achteraf wordt 4e voor Morbidelli. It was so tough. I knew that Tom is having a drive-through penalty, so I didn't want to fight with him and lose some time. In the end, I had again a crazy fight. I feel sorry for the Hyundai who was out, but in the end, I couldn't do anything. I was on the inside. He turned into me. Yeah, I'm so happy. The first victory and finally some good points for the championship. Een race met twee gezichten voor Tom Coronel. Lekker gereden, maar ja, die penalty. Ja, lekkere race. Nam ik toch eventjes een mooi voorsprongetje, ging lekker. De eerste paar rondjes moest ik altijd even ontdekken hoe glad het was. Ik ging hier en daar er wel even af. Maar het ging goed. Aan het eind begon het wat harder te regenen. Uiteindelijk toen met remmen maakte zij net eventjes wat meer risico dan dat ik nam. Dus toen kwamen ze me voorbij, dus dat was even jammer. Maar nee, voor de rest ging hij lekker. Ik heb lekker gereced. Ik zag dat de Hyundai's die waren gewoon goed als het begon te regenen. We hebben gewoon... meer mechanische grip, dat was wel duidelijk. Maar nee, ik had helemaal naar mijn zin. En uiteindelijk hoor ik dat ik 30 seconden in mijn broek heb gehad. Doordat ze nog aan mijn auto werkte. 3 seconden geloof ik na het 5 signaalbord of zo. Nou ja, monteursdingetje. Ik zou het eigenlijk niet weten. Zwaar balen. Want ja, ik dacht, ik neem een beker mee naar huis. Niet alleen neemt Coronel geen beker mee naar huis, hij neemt niet eens punten mee naar huis. En zo staat hij op de 21ste positie in het kampioenschap. Files is de leider voor Engsler. Het podium met natuurlijk lachende gezichten en het gevecht gaat door. In augustus op Bordjesleben. En natuurlijk kunt u het hier zien bij RTLGP. Bedankt voor het kijken. Tot dan. Dag. Dit programma is powered by Honda, driving partner of Tom Coronel.